Vanmiddag werd bekend dat de Grand Prix van Emilia-Romagna officieel is afgelast. Vanwege overstromingen in de regio is besloten om een streep door het evenement te zetten. En dus is het tijd voor een speciale F1-update. Want ja, Ronald, dit weekend geen race in Imola. Uh, hoe zullen we het noemen? De enige logische beslissing die genomen kon worden. Ja, als je de beelden ziet vanuit die regio, dan, dan zijn er heel veel dingen waar je aan denkt. maar niet per definitie aan, aan racen. Nee. Uh, nee. Dus in dat opzicht is dit, is dit gewoon een logisch besluit. En moet veiligheid altijd, maar ook zeker in dit geval uh, voor alles gaan. Ik moet zeggen, Imola en Regen is in de, de voorbije jaren wel een vrij hardnekkige combinatie al gebleken. Hè? In de Formule 1 vorig jaar totaal niet van deze proporties, echt totaal niet. Maar ook toen was de, de Media Parkeerplaats, wat trouwens een oud voetbalveld is. Uh, ...was één grote modderpoel. Toen heb ik nogal triomfantelijk in de F1 update lopen vertellen... ...dat ik iedere dag als een volleerde rallyrijder de uitgang wist te vinden... ...terwijl anderen vast zaten. Nou ja, wat ik niet genoemd heb is die zondag toen iedereen weg was... ...zat ik ook vast met mijn uh, huurauto, de Fiat 500. Nou ja, dit, dit jaar is natuurlijk uh, uh, tientallen keren dramatischer. Dat is echt verschrikkelijk. Moet ook niet vergeten dat er, uh, dat er mensen zijn overleden. Dus dat staat totaal niet in verhouding tot wat we de voorbije jaren hebben, hebben meegemaakt. Uh, en dan terugkomen op jouw vraag. Eigenlijk ja, om twee redenen. Eerst is natuurlijk hè, het natuurgeweld zelf, de regen zelf. Waarbij het niet eens per definitie om de neerslag draait. Maar ook om die rivier die natuurlijk meteen naast het uh, circuit ligt. Ja, uh, dat is ook niet per definitie van het ene op het andere moment opgelost. Uh, dus het wateroverlast daarvan zit je nog wel een poosje mee. Nou, dat is factor 1. Uh, factor 2, zelfs als het richting zaterdag, zondag zou kunnen, dat je dan weer zou kunnen racen. Uh, dan vonden ze het ook eigenlijk ethisch niet, uh, niet, niet te verantwoorden. Uh, omdat je dan voor zo'n evenement heel veel politie inzet nodig hebt. Heel veel hulpverleners nodig hebt. En zegt de organisatie en zegt de Formule 1 ook terecht. Ja, die mensen zijn nu op een andere manier, op een iets andere plek veel waardevoller. En die kunnen ze daar veel beter gebruiken dan voor een Formule 1 uh, Grand Prix. Ja, dat lijkt me dan ook de enige terechte conclusie. Ja, en gisteren kwam al wel het een en ander qua nieuws naar buiten. Uh, hoe zijn ze nou precies achter de schermen tot dit besluit gekomen? Uh, ja, eigenlijk moeten we even terug dan inderdaad naar gisteren en eigenlijk nog wel verder terug. Want uh, voor ons, uh, voor mensen die in de paddock werken in ieder geval, is er een uh, speciale uh, appgroep, een WhatsAppgroep, met informatie die niet voor, de, voor publicatie uh, bestemd is, maar wel voor je eigen veiligheid. In het geval van een calamiteit, hè, dat kan alles zijn, bijvoorbeeld zo'n raketaanval in Saudi-Arabië, maar ook, ook natuurdingen. Uh, en daarin werd gisteren al gemeld van oké, okay, iedereen die op het circuit is, moet er eigenlijk binnen een half uur weg. Hè? Dat, uh, dat uh, werd een soort van ontruimd. Nou ja, dat gaat natuurlijk niet om coureurs. Die zijn er nog lang niet. Dat gaat ook niet om teambazen. Gaat ook niet om pers. Want eigenlijk, hè, die komen op donderdag voor de, voor de mediadag. Die dagen daarvoor gaat het puur om het, uh, om het opbouwen. Maar die mensen moesten weg. Uh, dezelfde dag nog. Dus gisteravond laat kwam er weer een appje. Dat ze zeiden, ja, ook morgen kom alsjeblieft niet. Ga niet de weg op. Uh, blijf gewoon in je hotel. En kom zeker niet naar het circuit. Want alles sluiten wij hier hermetisch af. Nou, dat was al een teken aan de wand. Uh, en eigenlijk vandaag heeft ook de, de politiek zich, uh, zich geroerd, zowel lokaal als ook, als ook uh, nationaal, moet ik zeggen. Hè? De vicepremier en zo. Uh, met de oproep van, ja jongens, uh, kunnen we die Grand Prix niet uitstellen? Ook om wat ik net noemde, want wij hebben die mensen, de hulpverleners, op een hele andere manier nodig. Nou, toen heeft de topoverleg plaatsgevonden, ook met Stefano Dominicali en mensen van de VIA. Ja, en toen zijn ze tot het besluit gekomen van, oké, okay, laten we er dan maar een, een streep doorzetten en concluderen dat er nu wat andere dingen belangrijker zijn. Ja, precies. En uh, volledig terecht natuurlijk ook. Ja. Um, hoe is er dan eigenlijk vanuit uh, de pad ook op het nieuws gereageerd? Ja, ook, ook begripvol natuurlijk. Hè. Ferrari zegt van ja, dit is voor ons uh, een thuisrace. Dus nog net iets specialer dan andere races. Moet ook zeggen, dat maakt Imola ook wel heel mooi. Uh, Imola ligt op een plek waar je nu totaal geen, qua het circuit dan, hè, waar je totaal geen vergunning meer voor zou krijgen. Het ligt namelijk uh, aan die rivier en met een brug eigenlijk direct verbonden met het uh, stadje. En dat betekent dat ook al die duizenden tifosi getooid in hun, hun uh, Ferrari-vlaggen en uh, rode outfits, s ochtends over die brug naar het circuit gaan. Nou, is fenomenaal om een keer mee te maken qua, qua sfeer. Dus mensen thuis, mocht je op een ander jaar, moment, een ander jaar, nog een keer naar Imola kunnen, doe dat vooral. Uh, maar Ferrari zegt, ondanks dat dat voor ons een hele speciale race is, is dit de enige logische, logische keuze. Uh, Alfa Tauri, hè, voor Alfa Tauri natuurlijk nog meer een thuisrace. Voor Enza ligt nog veel dichterbij dan, uh, dan Maranello. Nou, die hebben twee weken geleden ook al in de, de hoek gezeten waar de klappen vielen en nu weer. Dus ook die zeggen ja, de veiligheid van onze medewerkers gaat, gaat voor alles. Stefano Domenicali, Formule 1 CEO, komt ook uit die regio. Uh, als ik heel eerlijk ben, denk ik ook dat dat wel meespeelt dat Imola nog op de kalender staat. Uh, want laten we heel eerlijk zijn, de faciliteiten in Imola zijn niet per definitie uh, hypermodern. Uh, Imola brengt ook niet het geld in het laadje dat bijvoorbeeld een, een Bahrein of Qatar wel doet. Uh, maar dat maakt Imola juist zo mooi. Hè? Het is puur, het is old school. En ik denk dat dat Imola erop staat wel een beetje samenhangt met de achtergrond van, uh, van Dominicali. Maar ook hij zei van ja, ik kom uit die regio. Uh, dit is een tragedie voor de, 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 de buurten waar ik in ben opgegroeid. En dus zijn mijn uh, gedachten vooral bij die mensen en vind ik alle hulpverleners helden. En moeten wij nu vooral bescheiden zijn. Nou, tot slot, Max Verstappen, de wereldkampioen, ook gereageerd. Ook hij zei van, ja, weet je, uh, de mensen die hulp nodig hebben, die moeten nu vooral hulp krijgen. En het lijkt me meer dan logisch dat wij dit weekend daar niet, uh, niet gaan rijden. Ja, precies. En uh, ja, op social media werd er natuurlijk ook heel veel op het nieuws gereageerd. En er kwam eigenlijk één vraag het meeste naar voren. En dat was, kan de Grand Prix dan alsnog later dit seizoen plaatsvinden? Of is hij echt definitief van de kalender voor 2023? Uh, nee, dat is een goede vraag. En ook een vraag uh, waar de Formule 1-organisatie in persberichten ook altijd een beetje mee, uh, mee worstelt. En ja, dat zie je dan ook aan hoe het verwoord wordt. Dan wordt er nog niet gezegd definitief afgelast, want dat heeft ook een beetje juridische en financiële implicaties. Uh, dus ze houden alle opties formeel open. Uh, maar de realiteit is dat het buiten gewoon moeilijk wordt om er nog een plekje op de kalender voor te vinden. Imola was natuurlijk het begin van deze, deze triple header. Nou ja, je zou kunnen zeggen: plaats maar aan het eind van die triple header met Monaco en met Barcelona. Maar dat gaat niet, want daar is maar één vrij weekje voorafgaand aan Montreal, voorafgaand aan Canada. Nou ja, dat is logistiek voor teams, is dat gewoon simpelweg niet haalbaar. Uh, daarna zit er nog een gat tussen, van een week tussen Silverstone en Hongarije. Maar ja, als je hem daarin gaat plaatsen, koppel je twee, trip, uh, twee double headers aan elkaar. Krijg je dus vijf races achter elkaar. Nou, ook dat is gewoon simpelweg niet haalbaar. Uh, het enige wat in theorie nog zou kunnen, is dat je hem ofwel een week na spa ofwel een week voor Zandvoort doet. En dat je dus de zomerstop met een week gaat inkorten. Uh, maar dat is een set waar per definitie mensen in de paddock niet heel blij van worden. Hè? Uh, je zit met de summer shutdown, maar je zit ook vooral met monteurs en mensen die al een welverdiende vakantie geboekt hebben. Als jij als Formule 1 gaat zeggen, nou wacht even, je kunt alles annuleren, want we gaan toch nog een keer een uh, weekendje extra racen. Maak je denk ik niet heel erg vrienden mee. Uh, en daarna, na de zomerstop is het Europese seizoen al vrij rap voorbij. Dan heb je alleen nog maar Zandvoort en Monza. Na Monza zit nog een, uh, een week niks, zou je zeggen. Nou, twee races in Italië valt te clusteren. Maar daarna krijg je meteen Singapore en Japan en dus hetzelfde verhaal als voorafgaand aan Canada. Ook dat is logistiek voor teams eigenlijk niet te doen. Uh, dus conclusie is dat zij formeel nog niet echt een knoop hebben doorgehakt. Uh, maar dat het een beetje logisch boerenverstand al zegt... dat het buiten gewoon lastig gaat worden. Uh, en dat een zeer waarschijnlijke optie is... dat het deal die Imola heeft nu voor drie jaar... dat ze zeggen, die schuiven we een jaartje op. Uh, en deze editie houden jullie in een ander jaar... houden jullie die nog gewoon uh, te goed. Ja, en dan waarschijnlijk dus één race minder in 2023. Ja. Toch 22 races dan dit ja, jaar. Ja. Um, ja, dan is natuurlijk ook de vraag... Hè, wat betekent dit nieuws of deze beslissing... van het annuleren van deze Grand Prix voor de teams... Ja, dat is het meest interessante en dan wordt het ook het meest inhoudelijke. Dan zal ik mijn, mijn petje van Weerman even afzetten en, <laughs> en weer gewoon mijn normale rol innemen. Uh, nee nou ja, Imola, hè, begin van het Europese seizoen, was eigenlijk bij uitstek de plek waar veel updates geïntroduceerd uh, zouden worden. Nou, dat valt nu letterlijk en figuurlijk in het water. Uh, eigenlijk is Ferrari best wel snugger geweest. Die hebben al geanticipeerd. Uh, Ferrari is natuurlijk in uh, Miami met een nieuwe vloer gekomen. Uh, maar dat is pas deel 1 van een groter pakket. Deel 2 is onder meer een nieuwe achterwielophanging. Dat deel zou in Imola komen. Uh, maar Ferrari heeft eigenlijk vorige week al gezegd: van, ja, wij kijken naar de, naar, de, naar de voorspellingen. Wij zien dat het regen gaat worden. Uh, en wij schuiven daardoor die introductie uit naar Barcelona. Uh, omdat je punt 1 niet heel veel uh, wijzer gaat worden van een nat weekend. Je kunt niet heel veel vergelijken natuurlijk in droge omstandigheden. En punt 2, je hebt ook het risico op schade en dus op onderdelen afschrijven. Dat wilde Ferrari ook niet. Dus Ferrari heeft dingen uh, doorgeschoven. Uh, Mercedes was dat niet van plan. Die wilde echt gewoon een hele grote pakket hier in, uh, in Imola introduceren. Hè? Een pakket waar heel lang naar uitgekeken is. Met onder meer andere sideports, uh, andere vloer. Ja, gewoon een compleet aangepakte auto. En ik ben heel benieuwd wat Mercedes nu gaat doen. Want die staan nu voor een hele belangrijke vraag. Gaan zij het gewoon simpelweg een week uitstellen? En zeggen nou, wij zijn ervan overtuigd, hè, want dat zijn ze wel, dat het zoveel beter werkt op basis van de simulator, op basis van alle dingen die wij in de fabriek hebben getest, uh, dat het meer rondetijd oplevert. Maar ja, als je dat doet, dan wordt het pakket geïntroduceerd in, nota bene, Monaco. Dat is niet per definitie de plek waar je dat wil, denk ik. Uh, dus of gaan zij ook net zo verstandig zijn als Ferrari en ook zeggen: van ja, wij gaan het uitstellen tot Barcelona. Uh, nou, Mercedes springt het meest in het oog, maar daarachter hadden ook veel teams updates geïntroduceerd. Alfa Tauri bijvoorbeeld weer een nieuwe vloer. En al die teams komen nu voor een vraag te staan, doen wij het volgende week of doen we het over twee weken? Dus uh, ja, dat zijn nu uh, intern best wel belangrijke knopen die zij nog uh, door moeten hakken. Nou, dat wordt allemaal interessant om te gaan volgen de komende ja. dagen. Dankjewel Ronald. Uh, ja, geen uh, Grand Prix van Imola dus dit weekend. Maar we hoeven niet lang te wachten op de volgende race. Want die staat volgende week al op het programma. De Grand Prix van uh, Monaco. En dan zijn wij natuurlijk ook weer terug met gloednieuwe F1-updates. En uh, ja, Ronald die staat dan uh, live daar in Monaco. Dus uh, houd het vooral in de gaten. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken en heel graag. Tot de volgende.